Het holbewonersklooster van Gumusler werd tegen het begin van de christelijke jaartelling in de tufsteen gegraven. Dit opmerkelijke complex omvat onder andere een Byzantijnse kerk met fresco's, die dateren voor de oudste uit de 6e eeuw en die tot de best bewaarde in Cappadocië behoren. Deze site werd pas in het midden van de 20e eeuw herontdekt. Originaliteit en van het klooster van Gumusler is dit fresco dat jachttaferelen voorstelt. Het heeft geen gelijke in Cappadocië. De slechte staat van bewaring van dit schilderij lijkt erop te wijzen dat het niet uit dezelfde periode dateert. Specialisten denken dat het uit een recenter tijdperk stamt.